wacht. Zo, ik zal hem even. Dat is veel beter, Han. Zo. Goedemiddag. Goedemiddag. Allemaal. Eet smakelijk. Mensen eventjes. Nou, leuk dat jullie hier allemaal zijn. Ik mag jullie de komende uur gaan vertellen over wat GGG gaat doen. En ik hoop over te doen. Begrijp ik. Maar ik ga het niet alleen over 5G hebben. Ik ga het ook gewoon hebben over wat de komende 5 jaar te doen staat. Want het is niet alleen straling waar we mee te maken hebben. Maar het is gewoon helemaal ons gedrag. En ik ben ervan overtuigd dat we op een cruciaal moment staan. Ik denk dat de hoop mensen die hier zijn dat ook wel ervaren. Heel veel mensen zullen ervaren dat ze al heel lang bezig zijn met allerlei wat een alternatieve informatie heet. Ik ben zelf ook 20, 30 jaar een aluminiumhoedje zoals dat heet. 1990 was ik erachter dat JF Kennedy niet vermoord was door Harvey Oswald. Maar dat er andere partijen waren. 10 jaar later kregen we 9/11 en ook daar was voor mij al vrij snel duidelijk van ja, dit is niet zoals het ons was voorgehouden. Dus die hele zoektocht van wat is nou realiteit en wat is nou fantasie en hoe zit die manipulatie in elkaar en wat doe je nou met je eigen leven? Want uiteindelijk is dat het enige waar het op neerkomt. Hoe ga je nou gewoon je eigen leven vormgeven? Op een manier dat je gelukkig en gezond en vrolijk blijft. En niet laat meeslepen door negatieve emoties die er ongetwijfeld zijn, maar waar we allemaal op onze eigen weg in moeten vinden. Ik was net begonnen met een stukje muziek. Dat is op een frequentie van 432 hertz. Daarvan hebben ze allerlei onderzoeken gedaan als je naar die muziek luistert. Dat heel prettig resoneert met je lichaam. Dat we er ontspannender van worden. Dat onze gedachten makkelijker lijken te vloeien. En dat is feitelijk ook de essentie van mijn verhaal. Dat alles neerkomt op frequenties en resonantie. En hoe we daarmee omgaan. En hoe we sinds een halve eeuw daar ook allerlei technische frequenties doorheen aan het sturen zijn. Met in eerste instantie ons stroomgebruik. En later de draadloze digitale revolutie waar we nu middenin zitten. Ik ben hier begonnen met een plaatje van een mevrouw die bij de zonsopgang zit te mediteren. Waarom? Ja, omdat ik het gewoon een mooi plaatje vond. Dat is 1. Ik denk dat het heel fijn is om zo wakker te worden en te kijken waar je bent. Maar wat er eigenlijk achter zit is die zon die daar staat, of die ster die bij ons zonnestelsel hoort. Dat is de brenger van alle energie die wij hier op deze planeet hebben. Alle biologische processen, alle energie die daarin zit, alle informatie die in het DNA zit. Die is alleen maar mogelijk omdat daar toevallig een ster staat en dat deze planeet de juiste afstand daaromheen draait. En dat daar een interactie ontstaat tussen informatie via elektromagnetische velden. Want die zon is een bron van natuurlijke elektromagnetische velden. Dat is niet alleen het licht wat wij zien, een bepaald spectrum van trillingen. Maar dat gaat helemaal tot in het gamma, wat gewoon schadelijk voor ons is. En als onze atmosfeer er niet zou zijn, dan zou ons lichaam nooit ons gezond kunnen houden. Maar het gaat ook helemaal naar de lage frequenties, de radiofrequenties. En wij zijn daarop geëvolueerd. En niet alleen wij, maar alles wat hier leeft en functioneert. Dus zonder die energie van de zon zouden wij er eenvoudig niet zijn. En ik ga nu even een stukje terug in de tijd. Wat u hier ziet zijn plaatjes die wij inmiddels allemaal goed kunnen bevatten. En we snappen dan van, oh ja, een paar honderd miljoen jaar geleden was het ook een uitbundig leven op deze planeet. En dat is iets waar wij ook een gedeelte van bij ons dragen. Wij hebben nog steeds in onze hersenpan een stuk reptielbrein zitten, wat ze dat noemen. En dat monster wat je hier ziet, want vergis je niet, dit is een white shark van 1,06 meter. En de Mastosaurus, die was 1,18 meter. Dat was zijn snack. Die dieren zwommen rond, maar die hadden precies hetzelfde hormoonsysteem zoals wij. Hun fight of flight reactie op basis van adrenaline was identiek aan de moleculen die in ons lichaam onze flight of flight realiseren. U kent allemaal wel het moment dat u in de auto zit. Nou, misschien ook niet hoor. Misschien is het voor een iets jongere generatie. Maar als ik dit aan een millennium voorstel. Die zegt van nou, je stapt in de auto, je bent op weg naar je werk. En na 10 minuten kom je tot de ontdekking dat je je telefoon vergeten bent. Dan kan iedereen zich herinneren wat voor een reactie er ontstaat. Dan voel je die adrenaline rush door je lijf schieten. Die hormonen, die zijn niet veranderd in 200 miljoen jaar tijd. Sorry?
Ik moet af en toe een slokje nemen, want ik merk dat ik heel erg droge mond krijg van het gesprek. En ook het DNA, waar zij uit opgemaakt zijn, voor een heel groot gedeelte identiek aan het onze. En wat zij ook hadden, was bewustzijn. Ik ben ervan overtuigd dat die dieren een paar honderd miljoen jaar geleden echt al gevoelens en emoties onderling hadden. Misschien niet zo als de zoogdieren een paar miljoen jaar later. Maar zij hadden emoties en zij onderhielden sociale structuren. En dat is het puntje waar ik denk ik dat we nu als mensheid op aangekomen zijn. Dat we met ons bewustzijn, wat relatief nieuw is in de dierenwereld, dat we nu waarnemen wat we aan het doen zijn. En dat we daardoor ook plannen naar de toekomst kunnen gaan maken. En ik hoop dat dat straks ook iets is wat ik jullie mee kan geven. Een stuk hoop, een inzicht. En niet alleen maar dat we denken van, nou jongens, het gaat helemaal verkeerd en helemaal mis. Ik denk dat het een balkeerd schip situatie is waarbij we uiteindelijk een nieuwe gouden eeuw tegemoet gaan. Maar dat gaat niet zomaar gebeuren. Dat vergt nog wel het een en ander aan kennis en informatie. En wat mij op dit moment heel erg bezighoudt is het uitrollen van het 5G-netwerk. Op gemeentelijk niveau is er heel veel weerstand. Er zijn steeds meer burgers die zich, ook zoals we hier zijn, zorgen maken over de verhoging van de intensiteit van de straling. Dus het is niet alleen dat we andere frequenties gaan sturen, maar ook de intensiteit, de veldsterkte, die nog veel hoger wordt. Op meer gebieden binnen onze omgeving. Ik ga jullie straks over vertellen over het werkingsmechanisme, wat sinds 2014 door Martin Paul wordt verteld. En dat werkingsmechanisme is eigenlijk waar de industrie door op een ander voetstuk gezet wordt, want die industrie kan niet langer ontkennen dat er behalve thermisch effect ook biologische effecten zijn als we niet opwarmen. En die fase hebben we nu, dat er gewoon wetenschappelijk bewijs is, herhaalbaar, die kan laten zien dat bij elektromagnetische velden van een lage intensiteit, waar geen verwarming is, dat ons lichaam daar toch op reageert. En dat is tot nu toe door alle instanties ontkend. Daarom zijn ook de normen zo extreem hoog. Ze zeggen van nou, als je die telefoon bij je hoofd houdt en het warmt maar een halve graad op, dan kan dat niet zoveel kwaad. Omdat ze niet erkennen dat de hele biologie aangestuurd wordt door ook lage frequenties. Dus daar wil ik met jullie over gaan. Mag ik even een vraag, waarom 5G? We hebben toch 4G? Dat functioneert goed. Nou ja, ik heb daar dadelijk een woord voor. Dat is winstmaximalisatie. Dan wordt het winst, nog meer over. Meer toepassingen, meer krediet, meer rente betalen. En met z'n allen een nieuw verdienmodel creëren. Iedereen moet een nieuw telefoon, dus het werkt wel uit. Ja. Als we gewoon gaan een nieuwe telefoon kopen, dan werkt het toch ook niet? Als je geen 5G-telefoon koopt, maar dan ben je denk ik een minderheid. Ja, maar we willen uiteindelijk een meerderheid worden. Dat is waarvoor ik denk dat het zo belangrijk is om die informatie te delen, maar ook dat we informatie hebben waar mensen die het nu nog niet serieus nemen dat het een effect heeft, echt op hun hoofd gaan krabben. Je kunt straks met de informatie die ik geef letterlijk tegen je huisarts zeggen als hij je niet serieus neemt. Huisarts, u heeft uw huiswerk niet gedaan. Eenvoudig omdat het wetenschappelijk aantoonbaar is. En een hoop huisartsen zullen dan niet vrolijk worden, want die willen niet graag in hun autoriteit aangepast worden. Maar dit is gewoon wat de realiteit inmiddels laat zien. Ik had jullie net weer teruggenomen naar een fase dat 200 miljoen jaar geleden, en dat die elektromagnetische frequenties van de zon inmiddels DNA gerealiseerd hadden. En als we nou een stapje minder ver teruggaan, naar zo'n 6 miljoen jaar terug, dan krijgen we te maken met de eerste organismes die op twee benen staan. Maar die hadden al iets heel bijzonders. Het waren namelijk zoogdieren. En die zoogdieren die kwamen na die dinosaurussen op. En het bijzondere van een zoogdier natuurlijk is dat hij zijn nieuwgeborene moet zogen. Dus je krijgt daar weer een ander hormonaal stelsel wat het gedrag van die dieren stuurt, zodat niet al die pasgeboren kindertjes doodgaan, maar dat die moeder, want dat zijn de zogende dieren in de biologie, dat die kinderen verzorgt. En die zoogdierentak die leverde uiteindelijk een primaatvorm op die op twee benen ging lopen. En hier zien we dan, zoals die zo'n 6 miljard jaar geleden, of zo'n 6 miljoen jaar geleden, niet overdrijven, 6 miljard is te lang, 6 miljoen jaar geleden, de chimpansees, onze directe voorouder.
En wat die chimpansee kon, is dat hij zijn energiehuishouding op een andere manier ging vormgeven. Hij ging namelijk instrumenten gebruiken waardoor hij makkelijker aan voedsel kon. En hij ging rechtop staan, zodat de zon op de savanne minder intens op zijn vacht scheen. En die energiehuishouding is een heel belangrijk construct in de evolutie. Want feitelijk komt het op niks anders neer als eten of gegeten worden. En eten heb je nodig om te kunnen blijven functioneren, maar als je niet op tijd weg bent, dan word je gegeten. Die chimpansee die was daar heel slim in. En die heeft er in de loop van een paar miljoen jaar voor gezorgd dat er een vorm ontstond zoals wij die nu zijn. En wat je hier ziet is in een periode van zo'n 4 miljoen jaar de veranderingen die wij in de biologie gehad hebben. En met name in het zenuwstelsel is dat heel erg toegenomen. Doordat we rechtop gingen staan en we onze vacht verloren, konden we veel langer duursporten doen. Dus we hoefden dieren niet eens meer te jagen, we moesten ze alleen maar op te jagen tot ze uitgeput neervielen. En dan met onze groep vielen we ze aan. Want wij konden met onze huid zweten, wij konden onze energie kwijt. En we hadden genoeg voedsel, zodat we ook goed konden groeien. En je ziet dat er een soort ontstaat die rechtop gaat en een gezonde energiehuishouding heeft. En dat de overschot aan energie vrijkomt om zijn zenuwstelsel te laten groeien. En dat is, denk ik, het allerbelangrijkste noodzakelijk om tot bewustzijn te komen. Dat je niet meer in een fight or flight modus leeft, schrikkerig, bang dat je gegeten wordt, hongerig omdat je je voedsel door elkaar moet scharrelen, maar dat je in een situatie komt dat je voedsel overvloed hebt, en dat je veiligheid hebt, dat je een sociale structuur hebt waarin je met elkaar dingen kunt leren, maar ook dat de dingen die je overdag doet, tijdens de nacht verwerkt worden. Want zo werkt ons brein. We leren overdag allerlei nieuwe situaties. En 's nachts, als we slapen, dan wordt die informatie weggeschreven in ons geheugen, zodat we de volgende dag die nieuwe kennis ook weer toe kunnen passen. En als je dan ziet, hier zie je die toename van het brein. In een periode van zo'n 4 miljoen jaar, die drie mannetjes die je net zag, qua lengte ook veranderd, zie je dat het brein een steeds groter gedeelte van het organisme inneemt. Ook steeds meer energie vraagt, dus er moet een energieoverlap zijn. Maar hier gebeurt iets wat de wetenschap tot voor kort eigenlijk nog niet zo goed kon vertalen. Van hoe kan het nou dat in zo'n korte periode, evolutionair gezien, ineens dat brein zo groot wordt? Is er iemand die daar wat over wil roepen? Ja. Anunnaki. Anunnaki. Dat is niet het onderwerp van mijn, van mijn lezing. Maar ik geloof zeker dat daar dat soort invloeden mee spelen. Maar dat is niet waar ik het hier over heb. De zon. De zon is niet zoveel aan veranderd. Nee, waar ik op doel is dat wij als organisme, als enige op deze planeet, niet meer bang waren voor vuur. Niet meer bang voor vuur. Er is een moment geweest dat in die evolutionaire tap die we zagen, dat er een moment was dat het organisme zijn angst voor vuur overwon en dat zijn nieuwsgierigheid het won en dat hij dat vuur onder controle kreeg. Daarmee was hij de enige in het dierenrijk. En bemerkte hij ook, als hij dat vuur bij zich had, 's nachts, dat de roofdieren op afstand bleven. En dan zien we een hele grote verandering in het groeien van het brein. En dat is omdat 's nachts die slaap niet meer schrikkerig en angstig en primitief was, maar die slaap diep ging worden. En hoe dieper je slaapt, hoe meer dat brein informatie kan verwerken, hoe meer associaties je aan kunt leggen en de reactie erop, als er maar voldoende proteïne en voedsel is, dat brein in een paar honderdduizend jaar veel sneller kan evolueren dan dat zou gebeuren als er geen vuur was geweest. En dan gaat het me niet zozeer om het vuur, het is de energie. We zijn voor het eerst energie van buiten ons gebruik, niet op onze maag, toe gaan voegen aan ons gedrag. En uiteindelijk zie je dan in een korte tijd, in een miljoen jaar evolutionair gezien, dat brein twee keer zo groot wordt. Zo, best zo kunnen zijn. En dan kom je weer op dat concept energie en informatie. Op het moment dat jij voldoende energie hebt om jezelf in leven te houden en je kunt goed slapen omdat je externe energie toevoegt met een vuur, dan kan jouw DNA ook steeds meer van die informatie gebruiken en verder evolueren. En uiteindelijk zien we dan dat daar een Homo sapiens ontstaat, zo'n 300.000 jaar geleden. En dan zijn we zo'n beetje aangekomen bij ons eigen lichaam, het lichaam nu.
En ik wil je daar een kort filmpje van laten zien. Iets wat ook net als van die dinosaurussen, in ons leven hebben wij een redelijk plaatje. Maar als we 4 of 5 generaties teruggaan, hadden mensen geen bewustzijn over deze kennis. Wij konden ons eenvoudig geen voorstelling maken hoe onze organen of hoe onze stofwisseling werkte. Wij kunnen dat wel, omdat we dat allemaal wetenschappelijk in beeld gebracht hebben. Maak een kort filmpje. Dit is wat we allemaal zijn. Zo complex, zo wonderlijk, zo ongelooflijk. Ik heb het daar opgeschreven. Als je grofweg gaat kijken naar het aantal cellen wat we net gezien hebben, dan praten we over zo'n 100 biljoen cellen. Als we dat kijken in nullen, dan praten we over 10 tot de 12 nullen. Dat is waaruit jij bestaat. En jouw immuunsysteem doet niks anders dan ervoor zorgen dat jouw lichaam zo gezond mogelijk oud wordt, dode cellen vervangen, bacteriën, virussen, dus verstoringen opheffen en oplossen. Dan moet je goede voeding wil hebben en dan moet je goed voor slapen. Het totaal aantal chemische processen in jouw lichaam per seconde zit op 500 biljard. Dus dat is nog een factor 1000 groter. Dat betekent per cel een gemiddeld aantal chemische reacties van 5000 per seconde. Dat kan alleen maar goed plaatsvinden als jouw celcommunicatie, dus de manier hoe informatie in jouw lichaam overgedragen wordt, goed functioneert, dat jouw immuunsysteem goed kan reageren. Al die informatie die vindt plaats via hormonen of via celpotentiaal. Ik ga zo meteen wat over celpotentiaal vertellen, omdat Martin Paul, de man die nu het werkingsmechanisme in beeld heeft gebracht, het met name over die celpotentialen heeft. Maar die communicatie tussen die cellen, die is een laag chemisch te bekijken. Maar als je onder die chemie gaat kijken, dan kom je uit op dat het allemaal resonantie is. Allemaal biologische processen die aangestuurd worden door middel van frequenties.
Wij bestaan uit frequenties. Wij zijn, naast dat we moleculen en atomen zijn, gaan we nog dieper. Dan zijn we protonen, elektronen, quarks. Wij zijn energie. En die energie die kan voedend zijn. En die energie kan verstorend zijn. En jouw bewustzijn is wat jou in balans moet houden. De informatie van buiten, waarmee je keuzes maakt, is bepalend voor hoe jij gezond oud wordt. Dat is ook wat hier het filmpje aangaf, van zorg voor jezelf. Zorg voor jezelf. Want de overheid die doet het niet. We hebben geen overheid die ervoor zorgt dat jij zonder problemen gezond oud kunt worden. Daar zitten andere drijfveren achter. Dat zullen de meeste mensen wel herkennen. Neem niet weg als je je goed informeert dat we wel een stukje op deze aarde leven waar heel veel mensen wel gezond oud worden. Maar ook heel veel mensen niet. Waar het me over ging is het stukje straling. Of het stukje straling. Ik heb nu een groot plaatje geschreven van wij zijn geëvolueerd op een elektromagnetisch veld van natuurlijke frequenties. Daar is al het leven is daarvoor nodig. Ook jouw eigen immuunsysteem is daarvoor nodig. Maar ik vertelde ook al dat we sinds 50 jaar steeds meer elektromagnetische velden gaan toe hebben gevoegd van niet biologische aard, maar van technische aard. Van apparaten, van stroomnetwerken in je huis. Op een gegeven moment kwam de dektelefoon in huis en we zien dat er steeds meer stralende apparaten in ons huis zijn. Ik heb me daar sinds 2009 ben ik me daarin gaan verdiepen, eerst als vader, maar ook omdat ik zelf merkte aan mijn lijf van hey, als ik zo lang met die computer bezig ben, ik krijg tintelende handen, dat kan niet goed zijn. En dan ga je onderzoeken en ja, dan ben je dus weer een aluminiumhoedje. Ik zag het gedrag van mijn kinderen veranderen, want die zijn inmiddels allemaal begin 20, dus ik heb de afgelopen 10 jaar zo gezien wat dat met hun gedrag doet. Dat vond ik net zo verstorend als het hele stralingsaspect. Want die kant, die wordt relatief weinig nog in beeld gebracht. In 2011 dacht ik van nou, nu is het om. Hè. De Wereldgezondheidsorganisatie is heel duidelijk. Alle onderzoeken die er zijn de afgelopen 10, 20 jaar, die wijzen erop dat onze biologie, maar ook de biologie van planten en dieren, reageert op elektromagnetische velden en dat het dus celcommunicatie verstoort. Het was niet zo. Het is niet zo omdat dit verklaard werd door de Wereldgezondheidsorganisatie dat onze overheid op basis daarvan beslissingen neemt om kinderen te beschermen. Nee, andersom. We hebben iedere school uitgerust met snel internet. Het gaat allemaal via wifi-routers. En de onderzoeken zijn heel duidelijk. Hier worden wij met z'n allen niet gezond van. Dus toen dit kwam, op basis van heel veel onderzoeken die te vinden zijn in het Bioinitiative rapport, toen dacht ik al van nou, nu gaat het ook gewoon de medische wetenschap. Maar ik heb echt aan de lijve ondervonden dat het niet serieus genomen wordt, dat je weg wordt gezet als een kwakzalver. Dat is jammer, want blijkbaar is de tijd nog niet daar. Totdat in 2014 Martin Ball kwam en toen dacht ik, als mensen dit snappen, dan kunnen ze echt duidelijk maken aan mensen die het niet geloven of die het niet serieus nemen wat er aan de hand is. Dus dat ga ik jullie proberen toe te lichten. Ik ga heel even kort. Ja. Ik had het net over een actiepotentiaal. Is dat voor iedereen een helder begrip? Of is er iemand die zegt van nou, actiepotentiaal? Nee, helder. Niet helemaal duidelijk. Had ik op gehoopt eigenlijk. Ja, dan sta ik ook iets te vertellen. Een actiepotentiaal kunnen we weergeven in een grafiek. En als je kijkt op al onze cellen, daar zit een celwand omheen, een celmembraan. En dat celmembraan, daar zit een spanningsverschil. En dat spanningsverschil zorgt ervoor dat er een binnen- en een buiteninterieur in de cel is. En als ik het heb over een potentiaal, dan heb ik over een spanningsverschil wat meetbaar is in volt. En niet in volt van een 9 volt batterij die je op je tong zet, maar in millivolt. Dus een duizendste volt kunnen we meten dat er verschillen zijn op de celwand. En als we dan gaan kijken, dan zien we dat bij min 100 en min 50 en 0 en 50 we zo'n beetje de bandbreedte hebben waarbinnen dat spanningsverschil op dat celmembraan zich afspeelt. En wat gebeurt er dan als we zien dat een cel in rust is, dan bevindt hij zich hier. Dan doet hij zoiets en ineens schiet hij omhoog, weer naar beneden, een beetje terug en weer zo.
Dat doet hij in de tijd. Niet in seconden, maar in milliseconden. En iedere actiepotentiaal is een stukje informatie of een opdracht binnen jouw cellen, waarmee jouw lichaam via het immuunsysteem jou gezond houdt. Hoe lang duurt zo'n actiepotentiaal? Nou, dit stukje duurt ongeveer 7 milliseconden. Max Verstappen zou er 2 centimeter over doen. Maar milliseconden zijn extreem kleine hoeveelheden. En in die 7 milliseconden zie je dat zo'n celwand zich ontlaat en dat er een chemisch proces op gang komt. En dat chemische proces, dat vindt plaats door ionen. En ionen, dat zijn positieve atomen. En in dit geval gaat het over calciumionen. Ik ga je geen chemische les geven of jullie daarover vertellen. Als je het echt wil weten, ga alsjeblieft kijken naar de filmpjes. Hij legt het heel mooi uit. Maar waar het op neerkomt, is dat die calciumionen een cruciale rol spelen bij al jouw gezondheidsprocessen, bij al jouw levensprocessen. Al die celpotentialen is informatie waar jouw lichaam op kan functioneren en zichzelf in stand kan houden, gezond blijven. Dus wat we net zagen, al die chemische processen, 5000 per seconde per cel, daar is die celpotentiaal, dat actiepotentiaal in één van. En wat zien we dan? Hier kom ik zo op. Wat ik wil vertellen over de actiepotentiaal, ik ga het even omdraaien. Ik had al andere dia ingedacht. We hebben het toen straks gehad over winstmaximalisatie. Waarom 5G was de vraag? Nou, eigenlijk omdat dat nou eenmaal is wat zakenmensen doen. Meer geld creëren. En bankiers financieren dat. En als het meer geld oplevert, nou, dan mag het. En of dat nou ten heil is of ten onheil, ja, daar maken ze er eigenlijk geen zorgen over. Hier zien we hoe het jaar of 50, 60 geleden was met betrekking tot roken. Eigenlijk ieder blad wat je opsloeg, daar kwam je dit soort advertenties tegen. Roken was prima, zelfs de dokters die schreef je dat voor. Hoef je geen zorgen over te maken. Maar datzelfde zien we natuurlijk ook met asbest. Of we zien het met de wapenindustrie. Er wordt ons dan verkocht, we gaan ergens vrede stichten. En daar gebruiken we onderwerpen voor. Het is te gek voor woorden, als je erbij stilstaat. Maar dat is blijkbaar hoe we met z'n allen in de maling genomen worden, gemanipuleerd worden. En wat we nu hebben, is een bewustzijn wat we met elkaar kunnen delen, dat steeds sneller gaat, dat we niet langer in de maling genomen worden. Dit vond ik een schokkend plaatje, ik denk ik doe hem er toch in. Als we het hebben over winstmaximalisatie, dan is dit wel een stukje waar we mee bezig zijn. We zijn allemaal druk met klimaat. We zien dat de 7 of 8 miljard mensen op deze planeet, als we zo doorgaan, maken we er een zootje van. En we hebben het allemaal over schone energie. Maar er wordt heel weinig gesproken over wat we nou met die energie doen. En als we zo'n groot gedeelte gebruiken om allerlei gekke dingen te doen, dan gaat het eigenlijk niet om. Maar dit is het plaatje waar ik eigenlijk naar op zoek was, wat ik net dacht dat het net zou komen. De meneer die we hier zien, Morten Paul, is inmiddels met pensioen. Maar hij zet zich nog heel hard in over mensen te vertellen over met name het 5G-netwerk. Omdat hij als wetenschapper en onderzoeker ziet wat er aan de hand is. Het bijzondere van Morten Paul is dat hij niet alleen medisch onderlegd is en biologisch, maar dat hij ook natuurkundig is. Dus hij snapt alle chemische processen, wat ik net beschreef met die actiepotentiaal, die calciuminflux op chemisch niveau. Dat kan hij allemaal heel goed begrijpen. En wat hij zegt, in die celwand, daar zitten voltage-gated calcium channels. Een hele mond vol. Hij kort ze zelf aan met VCGG's, VGCC's. En dan maakt hij duidelijk dat wat IMF doet, dus wat straling doet, is die trigger in die actiepotentiaal van een paar millivolt, die trekt hij aan. En in plaats van dat we dus een normale reactie hebben, trekt die? Hij zorgt dat deze trigger, je moet je voorstellen, een actiepotentiaal, die vindt lang niet altijd plaats. Heel vaak blijft hij onder die drempelwaarde en gebeurt er niks. Alleen als die boven een drempelwaarde komt, en dat is echt maar een paar millivolt verschil, dan schiet hij ineens door, dan krijg je een actiepotentiaal. En dan krijg je een chemisch proces, wat bijvoorbeeld zenuwprikkeling is. Dus als ik het licht wat mijn ogen nu zien, dat zijn miljarden
miljarden actiepotentiaaltjes die die informatie van de kleuren en de gezichten en de geuren allemaal verwerken. Dat is allemaal actiepotentiaal. Maar wat IMF dus doet, is met name in dit stukje die trigger veroorzaken doordat die calciuminflux op gang komt. En dan krijg je actiepotentiaal, terwijl het lichaam daar helemaal niet aan toe is. Er ook helemaal geen signaal voor is. En daarmee een verstorend proces op gang komt. Dus dat elektrische golf bij zenuwprikkeling of bij spiercontracties, die wordt veroorzaakt doordat we in een elektromagnetisch veld zitten. En wat jouw lichaam dan doet, is die disbalans die ontstaat meteen weer herstellen. Want dat doet jouw immuunsysteem. Als jij voedsel naar binnen haalt en er is een hoop onbruikbare spullen tussen, dan selecteert jouw lichaam daarin, hoef je niet over na te denken, en dan gooit dat eruit. En alleen de ondersteunende energie en informatie die wordt gebruikt. Want als de actiepotentiaal dus niet meer goed in stand is, dan raakt het steeds meer verstoord. Nou, hoe ziet dat eruit? Even een schematisch plaatje, zo ziet het natuurlijk niet echt niet uit. Maar hier hebben we de celwand, daar zitten allemaal van die kanalen in. En die kanalen die gaan dus open op het moment dat die actiepotentiaal triggert. En dan kunnen er chemische processen op gang komen. Op het moment dat je nou een prikkeling hebt van de straling, dus niet van gewoon gezonde communicatie, dan zie je dat ook die voltage-kennis, die voltage-gated calcium channels, dat was hem, dan worden die dus getriggerd. Die calcium die stroomt zo'n cel in en daar ontstaat dan een proces wat inmiddels aan allerlei pathologische of ziekmakende processen is verbonden. We zien dat er een chemische reactie op gang komt van de no-ono-cyclus. Ik ga dat verder ook niet op toe. Het is voor mij, ik ben geen medicus, maar ik snap wel een beetje vanuit mijn paramedische achtergrond hoe dat allemaal werkt. Dit zijn processen die zichzelf ook gaan versterken. Dus kom je eenmaal in een situatie dat jouw immuunsysteem niet meer jou gezond kan houden en dat je klachten krijgt, dat je ziek wordt, dan zie je dat dit proces vaak een soort kettingreactie veroorzaakt. Oxidatieve stress, ook iets wat op celniveau wat verstorend is, wat het lichaam energie kost om het in balans te brengen. We zien dat er allerlei ontstekingen ontstaan en we zien dat er vrije radicalen vrijkomen. Dit zijn processen die wil je eigenlijk voorkomen, want daar word je niet gezond van. Even terug, Jean-Paul. Ja? Prachtig, zo zei je maar. Heel veel mensen kunnen het ook voelen. Ja. Dat is, ik voel het zelf. Een bosje mensen kunnen het niet voelen, dus die hebben geen idee zeg maar, wat voor schade zeg maar, zo'n mobiele telefoon met je kan aanrichten. Mm-hmm. Maar ik voel echt duidelijk het verschil wanneer het aanwezig is. Want ik kan een mobiele telefoon van geen 5 seconden op mijn lijf dragen of in de hand houden. Ja. En dan voel je dit dus, die positieve stress. Ja. Daarom ben je ook van dat ding af. Want dat is niet oké. Dat voelt niet oké. Ja. Daaraan toevoegend zijn denk ik twee dingen die daarin bepaald zijn. Eén, hoe gevoelig ben je? Ja. En hoe bewust ben je van je gevoel? En dan komen we weer aan op het bewustzijn. Ja. Ben je alleen maar bezig met de buitenkant? Of ben je ook af en toe eens aan het luisteren wat er van binnen gebeurt? Want daar moet je je keuzes maken. Je kunt je keuzes niet maken op wat je gevoerd krijgt. Je moet zelf selecteren. Net zoals dat immuunsysteem in jouw lichaam, moet jouw bewustzijn continu afstemmen en resoneren met wat jou voedt en waar je van groeit. Maar het klopt. Er zijn, ik heb echt heel extreme situaties meegemaakt daarin. Deze klachten, die zijn op zich ook niet nieuw. Ook al voordat de straling zulke niveaus aannam in onze maatschappij, zagen we dat er sprake was van verminderde vruchtbaarheid. En we zagen dat er meer neurologische en psychiatrische effecten waren. We zagen meer DNA-schade. Onze hele leefstijl qua voedsel en hoe we met elkaar omgaan en of we wel of geen water drinken, de alcohol en de suiker, noem het allemaal op. Al die zaken hebben een verstorend effect op onze biologie. Maar we zijn heel sterk en ons immuunsysteem is waanzinnig wonderlijk. Maar er kan een moment komen dat je breekt. Er heeft grenzen. En die is voor iedereen anders. Iedereen moet het doen met zijn eigen DNA-pakketje. En de ene heeft geluk en die heeft een fantastisch pakketje meegekregen en de andere heeft gewoon pech. En die moet het doen met een zwakker immuunsysteem. Dan moet je dus juist extra opletten van wat je doet met je voeding of met je bewustzijn. Maar dit zijn wel zaken die hij allemaal terugkoppelt aan het verstoren van die calciuminflux op celniveau als gevolg van elektromagnetische straling. En als we dan gaan kijken naar de officiële cijfers van de gezondheid in Nederland, eigenlijk moeten we zeggen de ongezondheid in Nederland, dan zien we dat hier toch wel wat bijzondere dingen in maart te nemen zijn. Allereerst, in Nederland zijn we met 10 miljoen chronisch zieke mensen.
Dat betekent dat er meer mensen ziek zijn dan gezond. Op zich ook niet zo vreemd, omdat we met z'n allen ook ouder worden. Maar ik heb toch echt het in mij om als ik straks ouder word, in dit hele kleine stukje te willen zijn. Ik wil als 80-jarige gewoon met mijn kleinkinderen of achterkleinkinderen kunnen voetballen. En ik denk dat het reëel is, dat is ook mijn mindset. Ik geloof dat ik heel oud kan worden. Wat we hier zien, dat baarde mij veel meer zorgen als dat ik door had. Want dit zijn de leeftijden, 0 tot 4, 5 tot 9, 10 tot 14. En dit zijn de percentages. Bijna de helft. Zoals we nu gaan kijken, dan zien we dat van onze jeugd, waarmee je nog eigenlijk voor het moment dat je gaat voortplanten en dus absoluut in topconditie moet zijn, is dat systeem al zodanig ontregeld dat er blijkbaar gedrag of symptomen zijn waardoor met medicatie, want dat is het meeste wat we toepassen, als we eigenlijk heel weinig informatie en preventie doen, maar met name curatief, dat baart mij behoorlijk zorgen. En ik denk zelf, maar ik ben nogmaals geen wetenschapper, ik denk zelf dat deze bult, waarbij we ervan uit mogen gaan dat in een normaal gezond lichaam dat dit zo zou moeten lopen en naarmate je ouder wordt er meer kwalen komen, ik denk dat deze bult die we hier zien voor een groot gedeelte toe te schrijven is aan het werkingsmechanisme van Martin Paul van verstoring van de calciuminflux en dat we dus zien al die ziektes die we hier meemaken. Verminderde vruchtbaarheid, daar kom je achter op het moment dat je kinderen wilt gaan maken. Maar het zit natuurlijk op kinderleeftijd al fout bij de testen en bij de aanmaak van zaadcellen of bij de kwaliteit van de zaadcellen. Hier zien we het ook. Het aantal kinderen wat met neuropsychiatrische klachten rondloopt. Ja, het is echt vreselijk als je hoort hoeveel kinderen er aan Ritalin of aan allerlei andere stoffen zitten. Ja? We hebben stilgestaan dat een heel groot gedeelte van dat soort aandoeningen van vaccinatie komt. Ja, ik denk dat dat een van de verstorende factoren is. Ja. Aluminium, de andere zware metalen, kwik. Het is crimineel. En ik denk ook dat dat de komende jaren duidelijk gaat worden. Wat je zag net in wat we minst-maximalisatie noemden. En dat monster wat de natuur en ons als mensheid aan het bedreigen is. Dat is zichtbaar voor steeds meer mensen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je voor jezelf de keuzes moet leren maken. Maar ik denk dat die vaccinatie een heel belangrijk stukje is. Ja, we hebben het niet nodig, hè? Nee. Hoe haal je het in je hoofd om een babytje met 21 verschillende soorten chemicaliën te bedoven? Nee. Hoe haal je het in je hoofd om een gezond mens? En nog even, en ze gaan het verplichten. Ja. Meer thuis dan zo. Ja, in Nederland ook. Als je naar de peuterstal wil, dan moet je ook al de vaccinatie. Maar dat is per peuterstal. Ja, het scheelt. Ja. Maar het beleid is vaccineren. En dat zal niet veranderen. Het is een winst-maximalisatiemodel. Maar dit is dus iets waar we, deze golf, dat betekent als we die zo verder doorgolven, dat het aantal mensen wat op steeds jongere leeftijd zodanig ziek wordt dat je eigenlijk niet meer kunt functioneren heel groot is. We weten dat er mensen van 30 zijn die vervroegde Alzheimer hebben. Ja. We weten dat allerlei degeneratieziektes op veel jongere leeftijd voorkomen. We zien bij jonge kinderen, zien we als gevolg van het voor het beeldscherm zitten, zien we een bijziendheidniveau. In Zuid-Korea, daar lopen ze een aantal jaren voor met die digitale revolutie. Dat is 50% van alle kinderen onder de 12 die is bijziend. Omdat die kinderen alleen maar op een smartphone zitten. Want dat ben ik, over 30 jaar. En ik denk dat dat realistisch is. Omdat ik mijn mindset heb gezet op gezond antwoorden. En dat betekent dat ik keuzes maak in de dingen die ik tot me neem. Maar ook dat ik gewoon pech kan hebben. Het kan zomaar zo zijn volgend jaar dat ik ineens met iets rondloop en heb ik pech. Ik was 12 en toen ging ik looie soldaatjes schieten. En die ging schilderen en ik zat de hele dag met lood te maken. Ik ben achteraf super blij dat ik gezonde kinderen heb gekregen. Maar wat gebeurt er straks met mijn kleinkinderen? In hoeverre is het lood waar ik mee speelde, heeft dat het zaad van mijn zonen beïnvloed? Dus we zitten in een enorme cyclus van degeneratie, waar ook gelukkig het bewustzijn steeds groter wordt en we daarmee andere keuzes gaan maken. Hier zien we dat slaapmoment, hè? Nou, DNA en veroudering, daar moeten we mee doen. We worden allemaal ouder en er komt allemaal gegarandeerd een moment, ga ik nog even vooruit, ik weet niet hoe de toekomst wordt, dat we onze ogen sluiten en dat het leven klaar is. Dat moeten we ook gewoon accepteren. Maar dat dat DNA gezond aangemaakt wordt, iedere seconde, dat kun je wel actief ondersteunen. Met je bewustzijn, met de keuze die je doet.
Slaap. De meeste verkochte medicijnen in Nederland zijn slaapmedicatie. Ja. We hebben 1,5 miljoen mensen die niet fatsoenlijk slapen. Voeding en water. Nou, we zagen net hoeveel mensen er ziek zijn. Maar hoeveel van die zieke mensen laden nog steeds hun karretje vol bij de Albert Heijn? Met fabrieksvoedsel. Daar kan je lijf weinig mee. Daar zit niet in wat jouw lijf nodig heeft om gezond te blijven. Beweging. Ja, ook dat is zo'n essentieel iets. Hè? We zijn een evolutionair product. We hebben miljoenen jaren alleen maar gerend. En als we stil gaan zitten en niet meer bewegen, dan heeft dat lijf gewoon minder, minder zin. Nu zitten we massaal op een elektrische fiets. Ja, nou ja, daar ben ik op zich wel blij mee. Want het zorgt er wel voor dat je, wanneer je de auto zou pakken, je dan toch de fiets pakt. Ja, dat is beter dan auto. Ik zie die elektrische fiets, vind ik nog helemaal niet zo'n... Ik zie daar ook wel voordelen aan. Hè? Sociaal welzijn, dit is een hele belangrijke. Want als het grootste probleem met ouderen is dat ze eenzaam zijn, dan hebben we er echt een tering van gemaakt. Dat kan niet, hè? Maar toch is dat aan de hand. En die stressfactoren, nou, ik denk niet dat ik veel mensen hoef te vertellen over de burn-out-cijfers of de depressieve cijfers. Het is in die zin dweilen met de kraan open. Maar aan de andere kant, er zijn genoeg mensen die een heel rijk, waardevol, bewust leven leiden en gezond oud gaan worden. Dus ik ben er wel overtuigd dat we een soort splitsing zien, een soort scheiding. Maar we zouden het hebben over 5G. En we zouden het hebben over big data. En we zouden het hebben over het aan elkaar knopen van communicatiesystemen. Dit is een fotootje vanuit China. Daar draait sinds een jaar of twee een social credit systeem. Op de 1,5 miljard Chinezen draaien zo'n 800 miljoen camera's die jou real-time bijhouden. En alle data die jouw telefoon produceert over waar je bent en wat je doet en wat je koopt en van wie je houdt en je contacten. Al die data die bepaalt of jij op een gegeven moment wel in aanmerking komt voor een promotie. Of je wil een vliegticket kopen en ineens zegt de baliemedewerker: nee, je krijgt geen ticket, want social credit is niet voldoende. Daar leeft een social credit systeem. Wij zouden dat heel gek vinden, maar Chinezen zijn dat al een paar duizend jaar gewend. Dat er een keizer is die zegt je mag zo en je mag niet zo. En dat doen ze nu op deze manier. Maar ook daar zal verandering in komen. Maar deze technologie, die hebben wij hier natuurlijk ook. Iedereen die een mobiele telefoon bij zich draagt, die levert continu data aan in zijn gedrag, in zijn keuzes, in de informatie die je ophoudt. En met die data wordt een plaatje gecreëerd waardoor jouw telefoon jou beter kent dan jij zelf. En ook jouw gedrag beter kan bepalen dan jij zelf. En als we ons dat niet bewust zijn, ja, dan worden we gewoon een paar data gestuurde zombies. Dat zien we in landen die voorlopen, zien we dat. Als je kijkt naar Amerika, of je kijkt naar Zuid-Korea, daar zijn mensen echt al gedreven door het systeem. Daar vertonen ze hun kunstje overdag. En ze hebben allerlei klachten, maar ze veranderen hun gedrag niet, omdat van ze verwacht wordt dat ze dat kunstje vertonen. En daar lijkt het hier ook steeds meer op. Alleen hier hebben we het veel meer over het consumptiemodel. Hier is het kopen, kopen, kopen. En jouw telefoon weet beter wat jij voor een reis wil betalen, omdat ze precies weten wat jij voor je vorige reis betaald hebt. Al die data, die wordt verwerkt. En dan zijn er eigenlijk een aantal systemen die samenwerken. Oh, we gaan weer. Dat helpt. Dat is wat, hè. Zo. Want waar we het over hebben met 5G, is eigenlijk de verbinding tussen een Internet of Things. En het Internet of Things is eigenlijk niet alles als 40 miljard sensoren. Sensoren in je telefoon, maar ook in je koelkast, in je televisie, in je auto. Op je kantoor, overal zijn sensoren die jouw informatie sturen. En de andere is big data. Dan wordt al die data samengevoegd, maar die wordt gestuurd door artificial intelligence. Dus er zit niemand aan de knoppen te kijken van nou, mag meneer Kerstel vandaag wel dit? Nee, dat is artificial intelligence die bepaalt welke informatie ik tot me krijg. En wij zullen daarmee moeten leren omgaan. Wij zullen moeten leren beseffen dat, omdat die verbindingen gemaakt zijn, dat als wij daar niet de baas over zijn met ons eigen gedrag, dat we gedrag vertonen waar we niet blij van worden. Het probleem waar we met 5G natuurlijk mee te maken hebben, is niet het feit dat er heel veel sensoren zijn. Want dat is iets waarvan ik overtuigd ben dat het naar meer efficiëntie zal leiden. Als we dan even over dat social credit systeem in China hebben, daar is minder criminaliteit. Daar kun je overal veilig over straat. Niemand haalt het daar in zijn hoofd om jou aan te vangen. Want je wordt meteen van de straat geplukt.
Je moet gewoon normaal gedrag vertonen. Dat is echt heel anders dan hier in Nederland, toch in Europa. Program, control, behavior is dat dan? Dat kan. Dat kan. De vraag is, hoe gaan we daar over 5 jaar met z'n allen de vorm in geven? Ik ben ervan overtuigd dat meer transparantie leidt tot meer efficiëntie. En dat meer efficiëntie leidt tot een groter bewustzijn. Alleen nu zitten er allerlei nog poppetjes aan de knoppen. Of dat nou het social credit systeem van China is, of de Googles en de Amazons. Dat maakt mij, dat is mij om het even. Het gaat erom dat jouw gedrag gemanipuleerd wordt, dat je daar dus niet zelf de baas over bent. Je kunt er gewoon de baas over zijn als je weet hoe dit functioneert. En je eigen keuzes maken. Ik zeg niet dat je geen internet moet gebruiken. Nee, ik zeg dat je gewoon goed moet weten, waar heb je dat instrument voor nodig? Ga je er op een volwassen manier mee om? Of ben je gewoon een dopamine gestuurde consument? En met 5G is dan nu het probleem dat dat met name ook over die straling gaat. Die stralingsniveaus die we gezien hebben met 3G en 4G, die al hoog waren, waar mensen echt dood en doodziek van worden. Maar dat waren vaak nog de eenlingen. Het is niet zo dat heel Nederland al doodziek op bed ligt. Althans, we zagen die cijfers, maar die relatie is nog niet zo direct gelegd. Maar die straling die verstoort een heel belangrijk gedeelte van ons immuunsysteem. Ik ga daar dadelijk een alternatief over geven, want ik denk dat dat de volgende stap is die we met z'n allen mee gaan maken. Dit is even een stukje sociaal. Want hoe gaan we nou met elkaar om? Terwijl we met die digitale technologie te maken hebben. Hey, wanneer ga je slapen? Dat is de realiteit. Als je kijkt op een schoolplein, dan zitten ze naast elkaar, elkaar te appen. Maar ze zien elkaar niet meer van als er iemand verdrietig of blij is. Die emotie herkennen ze niet meer. Dan doe je een motorkant op. Maar zo gedegenereerd zijn we dus inmiddels. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat we daar uiteindelijk niet met z'n allen op blijven staan. Maar dan zullen we andere gedrag gaan vertonen, andere rust. Ik sprak net over de bijziendheid bij kinderen. Want het is inmiddels gewoon aantoonbaar. Net deze ook. Het is ook leuk. Het ging ook even over het gedrag. Mensen die dan zo in bed liggen met een toestel voor hun oog. Dan denken onze ogen, ons immuunsysteem en onze reactie, die denken van hé, het is blauw licht. Nou, het zal 12 uur of 2 uur 's middags zijn. Dus maak je ook geen melatonine aan, ook weer zo'n hormoon. En melatonine is van oudsher een hormoon, dat ging ons lichaam aanmaken als de zon ging zakken. En dan werd het schemer en dan wist je dat de dag ten einde ging. En dan was er voldoende melatonine, je legde je hoofd op je boomstam en je viel in slaap. Dat gebeurt niet meer. Deze mensen, als ze straks hun telefoon wegleggen, van jongens, morgen is de wekker weer om 7 uur, ik ga nu slapen. Dan liggen ze vaak nog een hele tijd wakker. Omdat het hormoonsysteem ontregeld is. Als mensen dat niet weten, gaan ze ook geen ander gedrag vertonen. En daar hebben ze ook een oplossing voor, hè? Van het brillenglas wat op blauw licht zit. Het is, bij Essilor als standaard in. Dat doet het inderdaad goed. De en andere kant die er ook nog. Worden, hebben ze allemaal bril nodig. Ja, kan er zo in. Ja. Maar het probleem is wel, al die informatie die je opdoet, die moet ook nog even wegverwerkt worden. Dus je ligt alsnog wakker. Maar er zijn ook nog andere dingen. Ik vertelde al, ons gedrag is heel erg veranderd. Wat je hier ziet, is een vrouw van 28, en bij de meeste millennials zul je dit inmiddels aantreffen. Aan de achterzijde van de schedel, daar hechten onze nekspieren aan. En die nekspieren, die moeten ook weer aanhechten op een stukje bot. Dat stukje bot, dat zat er aan de achterkant niet, want we hebben nooit een miljoen jaar zo over de savanne gelopen. Dat deden we niet, nu doen we dat wel. Iedereen loopt op straat zo. Ja. Als jouw hoofd dus uit balans is, dan komen de krachten op jouw spieren, die worden zoveel groter. En wat doet jouw lichaam? Die zegt van, hé, dat is wel heel gespannen, ik ga een beetje bot aanmaken. Inmiddels zijn we gewoon stekels op onze schedels aan het ontwikkelen. Omdat die spieraanhechting, die spanning erop staat, die moet ergens kwijt. Want zo ziet dat er wel uit. Ja. Maar dat is de fysieke kant. Dat is niet de stralingskant, dat is de fysieke kant. En die fysieke kant in dit gedrag, deze jongens zijn dood en dood ongelukkig. Die zijn niet aan het voetballen of achter de mijnen aan het gaan. Die zitten allemaal in hun eigen bubbel, een fantasie te leven. En ze zijn dood ongelukkig als ze de realiteit in moeten. Ik hoor in Amerika dat doodsoorzaak nummer 1 tussen de 15 en de 25 is zelfmoord. Ja. Dus ik garandeer je dat een voorbode is. Het is heel verdrietig.
de mensen die er wat mee zouden moeten, de officiële instanties, die willen er eigenlijk nog niet aan. Toevallig stond er afgelopen week ook weer een artikel van 12 filosofen. Niet één die dit probleem meeneemt in het bespreken van het probleem burn-out. Niet één. Deze informatie is nog blijkbaar zo nieuw. Nou, dit is ook wat we... Ik werk dan samen met Carlijn, doen we Smart Life Academy. We houden ons met name bezig met de sociale kant van het gedrag. Carlijn heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Dus mocht je er straks meer over weten, kom even bij ons langs. Ik wil hier wel even wat op zeggen. Ja. Ik heb een zorgboerderij gehad. Ik kreeg patiënten met burn-out. Mm-hmm. Mijn filosofie was, we gingen het land in. De telefoon bleef in de auto. Precies. Die man die was zo blij dat hij het licht gezien had dat er andere dingen zijn in de wereld als alleen maar dat ding. Gelukkig zijn er tegenbewegingen aan het komen. We hebben gesproken met Hans Hamburger. Dat is een slaapwaak-expert van het slaapwaakcentrum in Boerhaven in Amsterdam. En die kreeg in zijn praktijk al decennia lang mensen met slaapproblematiek. De laatste 10 jaar worden die mensen steeds jonger, tot en met kinderen. Mm-hmm. En die geeft tegenwoordig als eerste tip eerst een week lang die telefoon uit de slaapkamer. En dan blijkt dat heel veel van die slaapproblemen die mensen hebben, die al jarenlang met medicatie en psychiaters en noem het maar op bezig zijn, dat die behoorlijk kunnen herstellen als alleen dat telefoon eruit is. Ik ben het heel met je eens. En dat is ook hoe we ermee om moeten leren gaan. En daar word je blij van als je dat doet. Word je blij van. Want dan voel je eens een keer hoe die planten eruit zien. Maar dat is wat we zijn. Daar worden we gelukkig van. Hoe gaat het met deze jongens? Dan kom ik nog heel even terug naar die boring. Ja. Ja, dank je. Is allemaal te googelen, is allemaal... Ja, maar het is wel erg makkelijk zo. Ja, snap ik. Dus dit is echt iets waar we met z'n allen wat mee moeten. We moeten ons bewust worden van hoe ons gedrag aan het veranderen is. En dan komt daar straks 5G. 5G die al die toegang en die informatie voor de jongeren, maar ook voor werknemers, nog sneller, nog slimmer. Met als gevolg, als we daar geen keuze maken, dat we gewoon met z'n allen niet blij en gelukkig worden, maar depressiever en dikker en dommer. Want dat is waar wij met z'n allen heen gaan. Nogmaals, de verbinding van al die sensoren die nu uitgerold worden, daarvan denk ik dat we naar een efficiënter systeem gaan. Maar het draadloze concept via straling, dat is denk ik eindig. En ik wil dat meegeven als toch een beetje een verheffende boodschap. Technologisch kunnen we prima data draadloos versturen via licht. We hebben geen elektromagnetische velden nodig om data te versturen. Iedere wifi-router in huis of in school kan de komende paar jaar vervangen worden door een lifi-router. Sneller, goedkoper, gebruikt minder energie. Ik ben ervan overtuigd dat dat de oplossing is. Maar dan zullen we eerst moeten zorgen dat die industrie aansprakelijk wordt gesteld met wetenschappelijk bewijs. Als je dit doet, dan gaan we je aansprakelijk stellen. Maar de technische oplossing is voorhanden. Ja, maar ik heb deze mensen meegemaakt. Ik ben bij deze mensen thuis geweest. Dit zijn situaties die reëel zijn. Mensen die zo ervaren. Helaas zal deze mevrouw op deze manier nooit beter worden. Want wat zij doet is eigenlijk als een energetisch, biologisch lichaam afsluiten van natuurlijke frequenties. Omdat ze zoveel last heeft van die technische frequenties, dat ook haar lichaam niet meer kan resoneren op een natuurlijk veld. Wij hebben dat natuurlijk veld nodig. Afscherming kan als je een buurman hebt met een router en één muur. Maar als je adviezen opvolgt om je in te pakken in dit soort stralingswerende spullen, word je dood en dood ziek. Er zijn andere mogelijkheden. Bioresonantie, er zijn toepassingen en technologieën. Ik ga daar nu verder niet op in. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen zien dat er echt oplossingen zijn. Een van die oplossingen is gewoon meten. Wetenschappelijk meten wat is er in je huis. Wat komt er via je buurman, wat komt er via die zetmans verderop. En op het moment dat je dat doet, kun je daar ook maatregelen op treffen. En kun je voor jezelf een situatie creëren waar je gewoon gezond kunt gedijen. Dit was mijn presentatie. Ik ga nog een stukje afsluiten om even een link te leggen in hoe belangrijk die resonantie nu is. Wat ik toen straks vertelde over het immuunsysteem, wat functioneert op elektromagnetische frequentie, wij zijn energie. Dat kunnen we ook terugzien bij hoe zoutkristallen reageren op geluid. Dat is één op één te koppelen naar hoe ons chemisch systeem functioneert. Ik wil nog één ding zeggen, want ik vind je wel heel erg lief vandaag. Maar dankzij Jean-Paul kan ik wel weer mijn mobiele telefoon in mijn hand houden.
Dankjewel daarvoor. Nou, heel graag gedaan. Hoe kan dat dan? Nou ja, omdat daar iets op zit, waardoor het allemaal weer een natuurlijke straling geeft. Want ik kon me gewoon niet meer op mijn lijf dragen. Dus, dat heb je een beetje vergeten. Want je zou ook nog uitleggen, hoe kan je nou beschermen? Ja, het punt is alleen dat, dat op dit moment... Kom straks eventjes naar het tafeltje, dan ga ik daarover praten. Want ik vind het nu in een groep is het gewoon te lastig om het uit te leggen wat er aan de hand is. Er zijn oplossingen. Ik vertrouw er ook op dat we binnen 5 tot 10 jaar al deze problematiek getackeld hebben. Maar dat is het alleen op deze manier. Dat is echt met ons bewustzijn, andere voedsel en andere manier van leven. Wat heeft de prikkeldoom het inkomen over calcium en celballen? Ja. In 1999 was ik in Berlijn voor een energiecongres. En daar was een mevrouw, een bioloog uit Oostenrijk. En die vertelde over experimenten met kip-eieren en kippen. Nou, de kippen een hele periode lang alle calcium onthouden. En ze bleven gewoon eieren leggen met kalk. Mm-hmm. Dus gewoon met een harde schaal. Mm-hmm. En daarna hebben ze die kippen dus kalium en magnesium onthouden. En toen begonnen ze windeieren te leggen. Ja. Want het kalk onthouden... betekent gewoon over een langere periode dat ze gewoon in feite hun hele bottenstelsel moesten oplossen om eigenlijk met schaal te leggen. Ja. Ja. Zo cruciaal is die kalk in onze celcommunicatie. Maar dan komt de vraag, hoe komt het dat kalk en magnesium en kalium toch kalk kan leveren? Ik denk dat een nucleair proces is in de cel, in dat elektrische veld. Hier houdt mijn kennis stop. Ik kan me in dat voorstellen, je moet gaan kijken in de ionosfeer. We hebben natuurlijk de kalium-natriumpomp. Ja. Daar zal magnesium is daar een belangrijke rol in. Dus ik kan me voorstellen dat op dat niveau, bijna op atomair energetisch niveau, de verstoringen plaatsvinden. Nou ja, voor nucleaire processen heb je miljoenen volts per meter nodig. Ja. En als je 70 millivolt op een celwand hebt, dan heb je een zeer hoog elektrisch veld over een zeer korte afstand. Ja, 7 miljoen keer zeg maar. Ja, dus de aantallen daar zijn immens. We kunnen dat vergelijken met een blikseminslag. Ja. Dus dat ben ik met u eens. Dit is wat wij zijn. Wij zijn energie en trilling. Thank you.
mooi om te zien hoe hoger die frequentie wordt, hoe complexer de patronen worden. En dat is eigenlijk wat het leven doet. Als je dit nou vergelijkt met waterkristallen die van gezonde structuur zijn ofzo, dan krijg je ook die mooie beelden. Ja. En nou is de vraag natuurlijk, zijn al die frequenties, hoe hoger of dat je komt, wordt dan je gezondheid er beter van of wordt die dan genekt doordat er andere patronen zijn dat je minder raakvlakken krijgt? Ja. Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Ik zou zeggen voelen. Voelen is een heel belangrijk meetinstrument voor jezelf. En hier kan ik ook niet over zeggen. Ik weet de kristallen van Emoto, dat was ook 15, 20 jaar geleden dat ik dat zag. Toen dacht ik ook van, nu gaan mensen het begrijpen. Nu snappen ze dat wij resonantie en frequentie zijn. Gelukkig steeds meer. En maar iedere cel heeft een aparte frequentie natuurlijk. Iedere cel heeft ook weer zo'n eigen optimale stand. Ja. Maar uiteindelijk denk ik dat op het moment dat jij goed in je lijf zit en jouw immuunsysteem dan wordt het functioneert, dan worden al die disbalansen, want eigenlijk zijn het gewoon disbalansen, die worden weer in resonantie gebracht. Dus omgeef jezelf met natuurlijke projecten, natuurlijke gedachten. En dan denk ik dat de kans het grootste is dat je gezond uit kan worden. Eén ding wat ik naast ook ergens zag, is met name het blauw licht. We hebben nog allemaal te veel van gekregen. We hebben al genoemd die brillen, prima. Ja, jij bent wel oud. Maar het blauw licht maakt namelijk ook bepaalde fotoreceptors in je ogen kapot. Dat kun je deels herstellen. Het beste wat je kunt doen is morgens bij zonlicht, bij zonsopkomst, want dat is het rode licht waar je prachtig mee blond kunt doen. Ik denk dat je vertellen. Maar het eerste half uur van de zon, dat is het beste wat er is om weer te herstellen. Ja, mooi. Dat is een mooie toevoeging. Het oranje krijg je wel binnen, maar we veel te weinig van krijgen op dit moment. Ja, nou, fijn dat je dit zegt. Dat is voor mij ook een fijne kennis. Ik wist het niet. Ik vind sungazing is wel iets waarvan ik weet van, dat is, dat voelt fijn. Maar inderdaad op de rustige tijd. Maar fijn, dat je wel. Over aan het einde van de dag. Ja. Het einde, ja. Dat kun je heel veel mee doen. En het betrekking tot de frequenties hoger worden. Ik denk dat daarnaast het feit ook de waarden zijn, de numerieke waarden. Ja, het zijn exponentieel. Exponentieel, dat is dan of het nog 1,5 is, of 1,5 tot 10. Exact. Of 100 of zoiets. Ik heb liever van Piero de Rand in het verhaal ook alweer van ik heb toen een tot 10 de maand juist, die kwamen erbij. Ja. Kwamen de frequenties uit die onvoorstelbaar. Ja. En dus, op 14.000 waardes. Dat is zo significant. Ja. En dan zie je dan dat die waardes ook in een waanzinnige rol spelen, want die werken op een bepaald orgaan. En hoe hoger, hoe verstorend. Hoe verstorend of in wat voor hoge niveaus die verhoogt. Je hoeft niet dat die hele lange frequenties de lager de goede zijn. Dus hoe hoger je komt, kan je natuurlijk meer tot, ik zeg maar. Qua natuurlijke frequentie. Ja. Ik dacht dat je bedoelde met het 5G-netwerk, want dan zie je ook die waardes enorm exponentiëren. En dat is een technische. Maar ik denk dat ook daar de waardes waarmee gewerkt wordt ontzettend belangrijk zijn. Want die frequenties die worden gebruikt om de die ook al, ik heb daar inderdaad ook inderdaad rapporten over gelezen. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. En ik denk, we moeten het maar weten. Ja. En er komt een moment dat de wetenschap hiermee bedrijven aanspraken gaat stellen. Ja. En ik denk dat snel is. Ja, dat denk ik ook. Dit was het einde van mijn lezing. Dankjewel voor de aandacht. Zo. Dan worden we nog ouder, Frank. Dan worden we nog ouder. Als je het wil. Ja, ik wil je dat wel. Ik ben ook.